Kom maar. Kom maar. Ja! Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Ja! Goed zo. Ja. Hallo, hallo. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Varen Bellinga, gezond leefstijlgezin. En het is weekend en Daniel is weer thuis. Voor degenen die het hebben gemist, Daniel was 2 dagen weg. En hij is er weer en de kinderen hebben hem gemist. Nee. En ze zijn lekker aan het spelen. Dingetje maken. Kom. En ik heb een heerlijk ontbijtje gemaakt samen met Luan. Ik zal het even laten zien. We hebben weer croissantjes gemaakt en we hebben een heerlijke fruitschaal gemaakt. En we hebben eitjes. Dus we kunnen aan tafel. Lucinda heb ik net lekker in bedje gelegd. Het is een heel relaxed ochtendje geweest vanochtend. We lekker uitgeslapen. Nou ja, uitgeslapen. Daan en ik hebben uitgeslapen. En de kinderen hebben bij ons in bed televisie gekeken. En lekker geontbeten. En gespeeld daar. Luan is het nog steeds aan het spelen. En zo eventjes een beetje huis bruimen. Afwas doen. Was doen. Het is nu 11:30. Dus Lucilla slaapt even. En als ze haar slaapje heeft gedaan. Dan willen we vanmiddag even lekker gaan wandelen. Even de frisse lucht in. En ja, vandaag is zo'n dag dat niks hoeft. Waarom wil je niet naar het bos? Het bos is echt heel lekker. Nee. Wat dan? Waar wil je dan heen? Ik wil naar een Louvertuin blijven. Ja, maar nu mag je nog thuis blijven, want Lucilla slaapt nog. Ze slaapt ongeveer al 1,5 tot 2 uur. Als Lucilla wakker wordt en we hebben geluncht, dan gaan we vanmiddag naar het bos gaan wandelen. Goed? Oh, ja. Dat is wel goed? Ja. Oké. Okay. Nou, dat heb ik ook even kort gesloten. Oh, trouwens nog een dingetje. Ik was van plan vanochtend de ochtendroutine routine te filmen. En toen ben ik al wat begonnen met wat filmen. Ik had al gefilmd dat Luan uit bed ging en dat soort dingen. En daarna ging Daniel de vlogs, video's van de camera wissen. Omdat hij dacht dat ik de vlogs van gisteren al had geëdit. Dat was ook zo. Alleen hij wist natuurlijk niet dat ik in de ochtend al zo vroeg had gefilmd. Dus hij heeft ook vanochtend het begin van de ochtendroutine gewist. Dus dat doen we wel weer een andere keertje. Dus beloofd, er komt nog een keer een ochtendroutine. Maar ik heb niet altijd de tijd, zeg maar, om de ochtendroutine te filmen. Want dat is altijd best wel hectisch. En we zijn ook nog net wakker. En dan meteen met de camera te zitten. Dat is af en toe best lastig. Vooral als het 6:00 is. Want dan begint eigenlijk de ochtendroutine al. Want rond 6:00 wordt Lucilla wakker. Maar ik beloof, er komt een keer een ochtendroutine aan. Wanneer kan ik jullie niet beloven, maar hij komt er een keertje aan. Nou, Luan die gaat hier de tafel poetsen. Hé, Lu? Dat kan niet zo goed. Ja, jij gaat het konijnenhok. Ik ga het konijnenhok schoonmaken. Ja. Ja, ik heb even een vest aangetrokken. Ik ga even het konijnenhok schoonmaken. Het konijnenhok, het konijn is van Luan's neefjes die ze hier logeren. Omdat hun aan het verhuizen zijn. Maar van de week komen ze het konijn weer ophalen. Dus dat is de laatste keer dat ik het konijnenhok op schoon te maken. Ach, ik ben niet bang zijn. Niet bang zijn. Ik ben bang. Mag ik aaien? Ja, zometeen. Goeie ramenpoetser ben jij. Ja. Heel mooi. Al Lucilla's handjes eraf. Al Lucilla's handjes af. Ja, alle vlekjes weg. Ja. Goed zo, Luan. Mama trots op jou. Oké. Nou, we zitten even op de bank te chillen. We zitten even samen YouTube te kijken.
We hebben een hele leuke YouTuber ontdekt. Dat is, ik weet niet of jullie haar kennen. Een kleine YouTuber. Die kwam ik tegen in mijn nieuwsoverzicht. Ze maakt echt super schattige en leuke filmpjes voor, ik weet niet hoe oud ze is. Ze komt uit 2002, zei ze. Dan is ze. Reken jullie maar uit. Ze is niet heel erg oud, maar ze maakt echt super leuke video's. Luan vindt het ook leuk, hè? Ja. Wat gaat Luan doen? Een snor maken, wauw. Dat ziet er cool uit. Joyce, denk ik. Joyce. Joyce? Wie is Joyce? Riz en... En Daphne. Daphne? Ja. Wie zijn dat dan? Die op een visite. Oh, Tessa en Daphne? Ja. Die waren op visite? Ja. Hoe kom je daar nou opeens zo bij? Dat weet ik ook niet. Een filmpje laten zien. Wat heb ik ook niet laten zien? En die voor de camera. Hoe kom je laten zien? Ben je klaar met de camera? Met de camera praten? Ja. Zet hem maar uit dan. Hey, is hier iemand wakker? Is hier iemand wakker? Peppy, kom hier met mama. Heb je lekker geslapen? Heb je lekker slaapje gedaan? Sorry? Heb je lekker slaapje gedaan? Ja. Ja, nee, je hebt geen slaapje gedaan. Nou, kom eens hier. Trappelzak uit. Mama, in een kruisje. Heb je lekker geslapen? Nou, dupje. Dupje. Het is lunchtijd. En ik zit te dubben. Want ik heb dus nog eten van gisteravond over. Deze garnalenpasta. En ik had gisteren ook gezegd in de vlog van dat over is dat ik dat vandaag als lunch kan eten. Maar ik heb er niet zo'n zin in. Kennen jullie dat? Het zit nu echt te dubben. Kijk, dit lag ook in de koelkast. Dit zag ik net ook liggen. En dit vind ik zo lekker. Lekker op een broodje of zo. Met een beetje kruidenkaas en wat sla en tomaatje en dan dit. En dan... Maar ja, wat doe ik dan met dat eten? Het is niet meer superveel. Wat ga ik doen? Wacht even, ik vraag het even Daan. Ik vraag het even aan Daan. Daan? Wil jij nog dat eten van gisteren met die garnalen? Of wil je dat ik een broodje maak met salmfilet? Dat is zonde. Ja, heb je er zin in? Natuurlijk. Zal ik niet een broodje maken? Want dan heb ik... Ik had gisteren ook al niet echt een recept voor te filmen. Dat is weer zonde. Dat is weer recept. Even die dingen opmaken. Zonde, hoor. Oh. Echt niet? Nee. Wil je echt die garnalenpasta? Ja, oké. Ik ga dus gewoon de pasta opwarmen. Ik luister heel maar braaf wijs naar Daniel. En ik leg deze weer terug in de koelkast. Appeltjes gemaakt voor de kinderen. Een van jullie vroeg me laatst onder de video waarom ik de appels schil voor de kinderen. Dus als ik ze zelf eet, schil ik ze niet. Maar als ik ze voor de kinderen maak, wel. En waarom dat is, want ze vroeg van er zit toch juist allemaal vitamine in de schil. Dat klopt ook wel. Maar als ik Lucilla... Ze zijn aan het trommelen. Maar als ik Lucilla appels geef met schil, dan verstikt ze zich daarin. Dus ze moet ze hoesten en ze spuugt altijd die schilletjes weer uit. Dus zij kan dan nog niet goed verteren. Zo heel veel tandjes heeft ze nog niet. Of ik weet niet of het aan de tandjes ligt, maar daarom schil ik ze. En als ik ze dus schil, dan moet ik ze ook voor Luan schillen. Want Luan wil alles wat Lucilla heeft en andersom. Dus vandaar dat ik de appels voor de kinderen nog altijd even schil. Appeltje? Oeh, die is lekker. Lekker.
Nou, op aandringen van Daniel, toch maar het prakje van gisteren opgewarmd. Tadaa. Even een keertje in de middag warm. Hey. Ja, maar dit is niet genoeg als warm avondeten hoor. Dus ik ga vanavond wel een recept voor jullie filmen hoor. Dus wees niet getreurd. Vanavond komt er een recept aan, dat beloof ik. Een broodje vis. Een broodje vis. Nee. Ja, nee, ik heb vanavond trouwens wel iets van vis. Ja. Volgens mij een visvleespotje. Stoofpotje. Hm? Zeg in Suriname, dan gaan we twee keer pasta eten. Dat is te veel. Nee, dat is vanavond geen pasta. Oké. Warm bedoel je? Twee keer warm eten. Zijn dat Surinaams? Ja, maar wat wil je vanavond eten dan? Havermoutpap als avondeten. Een broodje met vis wat je net vanmiddag. Een broodje met vis als avondeten, dat het omdraaien. Ja, maar dan heb ik vandaag nog geen recept kunnen filmen. Ik heb gisteren ook nog geen recept kunnen filmen. De komende 7 dagen ook een recept. Kijk eens. Kinderen wachten. Eten in het bos. En we zitten weer in de auto, want we gaan even lekker wandelen. Bij een landgoed hier ergens in de buurt. Maar dan gaan we met de auto heen. En dan daar wandelen, hè Lu? Ja. En je hebt een mandje mee, dan kan je allemaal mooie dingetjes uit het bos kan je zoeken en dan in het mandje doen. Dat is een goed idee, hè? Die zullen ook mee. Gezellig. Wat hebben jullie gevonden daar? Sneeuwklokje. Klingelingen. Ja. Ja, in je mandje. Kijk, die wordt ook in je mandje. Mooi. Dat zijn sneeuwklokjes. Ja, maar zoeken, hè? Mooi, hè? Kun je dat liedje zingen? Sneeuwklokje. Sneeuwklokje. Op een rood palenstoel, rood net witte stip. Zit ik op een grote speek en een witte wippen. Krak zijn palenstoel, net een diepe zucht. Alle bijna beentjes, hoepla in de lucht. Goed zo! Goed gedaan, jongen. Mooi hoor. David de kabouter. David de kabouter. En we rusten even heerlijk uit op een bankje met een super mooi uitzicht. Dat is echt. Het is heel vredig in het bos. Het is ook helemaal niemand te bekennen. Het is zaterdag. Het is trouwens wel zaterdag. Ja. Dan zou je denken dat er op zich wel mensen zijn, maar er is niemand. Nou, we zien nog iets heel moois hier in het bos. We zien hier gele narcissen. Hallo? Oeh, wat gaat lekker. Lekker, hè? Nou, gaan we even een spelletje doen. En het spelletje gaat zo. Wie het eerste boven is bij papa, die heeft gewonnen. Ja? Moet je heel hard rennen naar boven. Goed. 1, 2. Oeh. Wat gaat die hard? Oeh. Wat gaat die hard? Oeh. Mama gaat winnen hoor. Mama gaat winnen. En... ja. Mama heeft gewonnen. Oh, ben je lang. Mooi, dat is er. Zit ik aan lopen hoor. Handje. Kom maar. Ja. Dat is er wel. Ja. Goed zo, je kan zo goed lopen. Je kan zo goed lopen. Ja, en daar stond hem op. Kom maar. Kom maar. Ja. Goed zo. Ja. Papa!
gaan we weer lekker naar huis. Lekker wandelingetje gehad. En we zijn weer thuis van de wandeling. En ik ga met avondeten beginnen. En wat we in de middag ook al zeiden, in ieder geval Daniel zei, dat vanavond eten we vanavond toch die bolletjes die je vanmiddag zo graag wilde. Dus we hebben vandaag heel even het avondeten en de ontbijt. Nee. Het avondeten en de lunch hebben we eigenlijk een beetje omgedraaid. We hebben dus vanmiddag het warme eten gegeten. En nu ga ik lekkere broodjes maken waar ik eigenlijk vanmiddag ook al zin in had. Met heerlijke zalm. En ik heb het hier al klaargelegd. Ik heb hier zalm, kruidenkaas, avocado, tomaat en wat sla en wat peper en zout. En in de oven liggen speldbroodjes. En die gaan we lekker beleggen. Nou kijk, dit zijn de broodjes geworden. Heerlijk met zalm en avocado, tomaat en sla erop. En spelbrood. Ik kreeg trouwens ook een keer de vraag van waar ik dit spelbrood had gekocht. Afbakbroodjes. Zijn van de Albert Heijn. En ze liggen op de afdeling van het brood. Zo kun je ze makkelijk vinden. Swing! Nou, de kinderen zijn hier nog lekker een filmpje aan het kijken met papa. En hierbij gaan we ook de vlog voor vandaag weer afsluiten. Hopelijk vond je het weer leuk, een klein kijkje in ons leven. Doe natuurlijk even duimpjes omhoog op de video om ons te laten weten dat je weer een leuke vlog vond. En vergeet vooral niet te abonneren op slankcafetv.nl voor onze dagelijks nieuwe video's. Dankjewel dat jullie keken en we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doeg! Ben ik met lieve Daan aan het appen, want ik mis hem. Ja jongens, echt, ik mis hem. Het is heel gek, maar ik mis gewoon mijn maatje. Ook al zeggen we niks tegen elkaar, de energie alleen al als we samen zijn is gewoon fijn. Is gewoon, ik wil niet zeggen een deel van mijn lichaam of zo. Of dat ook niet, maar ik vind het gewoon fijn als we samen zijn. Ook al praten we niet of ja, hebben we niet heel veel gesprekstof of zo. Maar gewoon samen zijn is ook vaak heel fijn. Dus ik eet nou hier alleen. En ik zit met hem te appen. Ik zit hem een beetje over te halen of hij vanavond met avond...